van een cowboy niet makkelijk. De hele dag zaten ze te paard op zoek naar stukken prairie waar genoeg gras groeide om hun kinderen en paarden te kunnen laten grazen. En dat was niet altijd even gemakkelijk. S'avonds hadden ze niets te doen en gingen ze spelletjes te denken. Eén daarvan was de barrel race. Ze gingen tegen elkaar racen en keken wie het beste kon paardrijden. De volgende dag moesten ze weer gewoon aan het werk, zoals het rijden van koeien en het verzorgen van hun paarden. Bovendien reisden ze met een grote halfkar om al hun spullen mee te nemen die ze onderweg nodig hadden, zoals gereedschap, eten, drinken en nog veel meer. Deze zware huifkar moest getrokken worden over vaak modderige zandwegen, over steile bergen en zelfs door rivieren. Voor gewone paarden was het trekken veel en veel te zwaar. Voor dit zware werk hadden de cowboys speciale trekdieren. En dat waren de muildieren, die we hier kunnen bewonen. Graag willen we jullie daar iets meer over vertellen. Voor de grote huifkar zien jullie Mona en Lisa. Mona en Lisa zijn geen paarden, maar muildieren. Ze zijn half ezel en half paard. De vader van Mona en Lisa is een ezel en de moeder een paard. Van alle twee heeft een muildier iets. Niet gestoord, maar dat is niet zo. Een muildier heeft de kleur, de hoogte en de staart van een paard, maar heeft de oren en het hoofd van een ezel. Ook heeft een muildier de koppigheid van een ezel en maakt het geluid van een ezel. Een muildier heeft de goede eigenschappen van zowel een ezel als van het paard. Namelijk de zachte, veilige stap en het uithoudingsvermogen van een ezel met de kracht en het doorzettingsvermogen van het paard. Bovendien stelt het lage eisen aan het voedsel. Een muildier kan gemakkelijk 3 grote mensen in 1 keer dragen en daarmee wel 50 kilometer afleggen. Wij zijn dan ook erg trots om jullie deze bijzondere trekdieren te kunnen showen. Voordat jullie appelsoets uit 1863 zien jullie Tennessee en Texas. Deze postkoets vervoerde niet alleen post, maar ook nog eens 12 passagiers, goederen, geld en goud. Het goud werd verstopt onder de zitting van de koetsier, waar ook een geldkist met vele dollars verborgen zat. Met deze postkoets zijn miljoen dollars naar de bank van San Francisco gebracht. Helaas werd deze postkoets in 1867 door 5 bandieten overvallen. Hierbij werd meer dan $15,000 en 2 zakken goud uitgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. Maar van de bandieten ontbreekt tot op heden ieder spoor. De postkoets was in de tijd van de cowboys het beste en het snelste vervoermiddel. Geen pretje om te reizen met de postkoets,
over alleen maar slechte en hobbelige zandwegen. Een reis met de kortfiets van het oosten naar het westen van Amerika duurde ongeveer 4 maanden. Een zitplaats boven de kostens was er gekocht, maar dan was je niet beschut tegen weer en wind. En het was bovendien gevaarlijk. Wat jullie natuurlijk pas al lang hebben gezien, is onze kudde prachtige koeien. Dit zijn de zomerkoeien, maar echte Westernkoeien. Die je kunt bewonderen in vele cowboyfilms. Van John Wayne en Clint Eastwood. Behalve de Rolls-Royce werden deze koeien, die ze Hereford koeien noemen, in de vorige eeuw gebruikt door de cowboys uit het liefste Wilde Westen, voor het grazen van de prairies en voor de vlees. Het grote voordeel van deze herfstkoeien is dat ze bijna nooit ziek worden. Ze kunnen in de winter en in de zomer buiten blijven. En ze kunnen zelfs, zoals ze vaak in Amerika gebeurt, buiten in de sneeuw kalfjes krijgen. Terwijl het dan 20 graden vriest. Zonder dat dit een probleem is voor de moederkoe of voor de kalf. Herfords hebben dus geen stal nodig. En kunnen daardoor het hele jaar heerlijk buiten in de wei blijven. Tussen de kudde zien jullie een hele grote stier. Deze stier is de vader van alle kalfjes en hij heet Nobo. Nobo is de grootste stier van Nederland en hij weegt maar liefst 1200 kilo. Dat is ongeveer net zo zwaar als 16 grote mensen bij elkaar. Kandidaten voor de Brown Race nu helemaal in cowboystemming zijn gekozen. Wij wensen jullie dan ook veel succes met de Brown Race. Wij verzoeken jullie om naar jullie ponies te gaan, want de Brown Race gaat over enkele minuten beginnen.